Huis van Stad en Regio. De katalysator voor een duurzame, mensgerichte toekomst voor Dordrecht. De oudste stad van Holland. De bestaande barrière van gebouwen aan de Spuiboulevard wordt doorbroken. We plaatsen het parkeerprogramma onder het publieke domein dat zich helemaal uitstrekt tot over de Spuihaven. Het huis is in het middelpunt geplaatst. Een stedelijk knooppunt dat de mensen en de omgeving met elkaar verbindt. Een publiek gebouw is onlosmakelijk verbonden met de stedelijke omgeving. Een toekomstige huiskamer van de stad om samen te werken, inspireren en elkaar te ontmoeten. Het gaat zowel om de fysieke verbinding van het gebouw met de openbare ruimte, die tot stand komt door het introduceren van de menselijke schaal, als om de visuele verbinding, die tot stand komt door de dubbelhoge ruimtes in ons ontwerp. We hebben een reeks van publieke ruimtes ontworpen rondom het gebouw, waardoor ontspannen, ontmoeten en creëren op veel manieren mogelijk is. Wat je bestemming ook is, je komt allemaal aan op de centrale boulevard, waar je verwelkomd wordt en een overzicht hebt van de verschillende activiteiten en van de route die je intuïtief door het gebouw leidt. Deze route verbindt de publieke zone tot één grote huiskamer, waar de bibliotheek, de VVV, de burgerservice en sociale dienst met elkaar één geheel vormen. De huiskamer waar iedereen welkom is, waarin ieder zijn of haar eigen plek kan vinden, zowel binnen als buiten. De werkplekken van de gemeente bevinden zich op de bovenste verdiepingen en staan met elkaar in verbinding door een reeks van atria, die zich met elkaar, maar ook met de stad Dordrecht verbinden. De stad die gevormd en ontwikkeld is door water, met een eigen karakter en Dordtse kleuren. Deze identiteit is vertaald naar de uitstraling van het gebouw, zodat dit het nieuwe huis is voor stad en regio. Een huis voor jullie, het stedelijk knooppunt van Dordrecht.